Cultuur in actie, inmiddels aangeschoven Henk Hofstra, voorzitter van de beroepsorganisatie Kunstenaars. Bok ook wel genoemd. Ja. En ik mag geen u zeggen. Nee, zeg maar jij. Nou, hierbij met uw toestemming. Welkom, fijn dat u er bent. Dankjewel. Allereerst, wat doet u met de beroepsorganisatie? Wij zijn een beroepsorganisatie voor professionele beeldend kunstenaars. Dus niet voor theater, we zijn speciaal voor beeldend kunstenaars. En wat betekent die beroepsorganisatie voor de beeldende kunstenaars? Nou, wij staan ze vooral zakelijk bij. We proberen allerlei opdrachten uit de maatschappij te trekken. Bijvoorbeeld bij gemeentes vandaan. We hebben ook een nieuwsbrief. Die komt in totaal, dat zal ik zo meteen ook zeggen. Want jij gaat vragen van hoeveel handtekeningen. Ja, dat gaan we straks doen. Ja, oké. Okay. Maak het nu. Ja, ik zeg het wel. Ja? We hebben een nieuwsbrief en daar plaatsen we allemaal opdrachten in. En oproepen voor beeldend kunstenaars. En die opdrachten die komen vandaan bijvoorbeeld bij gemeentes, bij instellingen. Bij andere overheden en zelfs soms nu en dan bij particulieren. En die sturen wij naar al die abonnees die wij hebben. En we hebben een heleboel abonnees, dat zal ik zo meteen vertellen. Dat bewaren we dan voor het laatst? Bewaren we voor het laatst. Want okay. u bent dus van de beroepsorganisatie voor kunstenaars, BOK. Maar daarnaast bent u zelf ook kunstenaar. Ja. U bent wereldwijd beroemd. Nou, want U komt in New York, Sint-Petersburg, Santiago de Chile, Beijing en zelfs een tentoonstelling in Wuhan. Nou, nee, geen tentoonstelling. In Wuhan, daar liggen 10 eieren van mij, van 15 meter. Die spiegeleieren? Ja, ja. Hele spiegeleieren? In Wuhan. Die spiegeleieren liggen in Wuhan en die liggen er nog. Wauw, ja. Wanneer was dat? Wanneer heeft u dat daar? Dat was in... met... kerst, maar wel voor de coronacrisis. Kerst, ja, dat was kerst 2017. Ja. Zo. En we zijn wel geweest op die markt, hè, die natte markt, waarvan men nu denkt dat het virus vandaan komt. En ik heb ook dat laboratorium gezien waar ze die dierproeven doen. Dat is aan de zuidkant van Ring 2 en aan de noordkant van Ring 2, daar is die markt. Dus dat ligt wel een beetje. En waar staan dan de spiegeleieren? En de spiegeleieren die staan een beetje aan de zuidkant aan het water. Bij Donghu Lake. Wauw. Moet dat wel bizar zijn toen u zag wat er allemaal gebeurde? Ja, ik vond het heel bizar. En een heleboel mensen die ik ken, die hadden nog nooit van Wuhan gehoord. Ik ook niet. Nee, een heleboel mensen niet. En toen kwam op een bepaald moment dat virus dat kwam voorbij. En toen kregen we te horen dat het uit Wuhan kwam. Dat is bizar. Maar hoe komt u dan als Nederlandse kunstenaar in Wuhan terecht? Met 2 spiegeleieren? Nee, 10. 10 spiegeleieren. 10 spiegeleieren voor 15 meter. Zo. Ja. Zo. Ja. Ja. Hoe komt u als Nederlandse kunstenaar daar terecht met 10 spiegeleieren? Dat is een heel lang verhaal. Dat is ooit begonnen in Leeuwarden. Dat was precies 10 jaar voordat Leeuwarden culturele hoofdstad was. Toen heb ik daar op het Saailand, heet dat, Wilhelminaplein, heb ik er ook eieren geschilderd. Dat was echt geschilderd. Die kon je dan van boven zien, een heel mooi beeld. Nou, en dat wilde men op een bepaald ogenblik overal in de wereld, wilde men die eieren hebben. Ja, dan ga je dat doen natuurlijk. Wauw. Als wat voor kunstenaar zou u uzelf beschrijven? Ja, dat is moeilijk. Nou ja, ik ben van nature eigenlijk veel te nieuwsgierig naar allerlei dingen om mezelf in een hokje te zetten. Ik schilder, ik maak dit soort projecten. Maar wat ik ook doe, en daar proberen we het bedrijfsleven ook in te betrekken naar die kunst toe. Wat ik ook heel veel heb gedaan, en het is eigenlijk uit een soort nood is dat geboren. Ik heb een heleboel fietsen ontworpen. Ik heb kunststof kozijnen heb ik gedaan, ik heb parkeergarages heb ik gemaakt. Ik heb van alles gedaan. Alles wat je komt van die kunstacademie af, heb je een diploma. Je hebt verstand van vorm en van kleur, maar er staat niemand op je te wachten. Ja, en los daarvan is uw werk, als ik het goed begrijp, ook heel vaak een antwoord of een reactie op een maatschappelijke situatie, hè? Ja, in mijn vrije werk wel, ja. Maar in dat andere werk, wat ik net aan het vertellen was, en ik vind dat toch wel belangrijk, het bedrijfsleven moet veel meer die beeldende kunstenaars naar zich toe trekken. En op welke manier zou dat kunnen?
Eigenlijk zou ieder bedrijf wat een redelijke omvang heeft, één of meer beeldend kunstenaars gewoon in dienst moeten nemen of regelmatig moeten consulteren of als ZZP. Weet, en er zijn allerlei constructies voor te bedenken. Want alles wat wij zien, wat wij hebben en wat we maken, daar zijn vaak kunstenaars bij betrokken. En die fluitketel met dat vogeltje van Alessi, ja. Nou, die is niet bedacht door een boekhouder. Nee. Nee. Nou, al die racefietsen die we zien in de Tour de France, die gaat nou dit jaar niet door. Maar al die designs die we zien, die kleurtjes en die shirts, is ook niet bedacht door een accountant. Dus u zit hier niet alleen met een boodschap aan de politiek, maar ook aan het bedrijfsleven? Ook aan het bedrijfsleven, ja. Want ik heb niks liever dat we straks als beeldend kunstenaars zo zelfstandig kunnen zijn dat we die hele overheid straks niet meer nodig zijn. Dat we onze eigen broek op kunnen houden. Als ik bij een multinational over de vloer kom, ja, in zo'n heel groot kantoor, zie ik wel heel vaak mooie kunstwerken hangen of staan. Ja, maar dat komt bij een heleboel mensen, is kunst, dat zien ze nog steeds als een... Iets om mee te pronken. Nee, ja, mee te pronken. Maar kunst gaat niet verder in de hoofden van die mensen dan een schilderij aan een muur en een beeld in een park. En dat is het dan. Ja. Verder denken ze niet. Ja, ik weet inmiddels dat het ook 15 spiegeleieren kunnen zijn. Of 10 spiegeleieren. Oh, desnoods 100. Ja, ja, ja. Namens hoeveel mensen zit u hier? We hebben het nou, de abonnees. Van... Ja, het getal hebben we nog niet genoemd. Hè? Nee. Nee. Nou, we hebben aan abonnees beelden. En dat zijn alleen beelden kunstenaars. Die krijgen dus wekelijks. Of als er weinig is, om de 14 dagen. Maar zeer regelmatig krijgen ze een nieuwsbrief van ons. En daar staan die kunstopdrachten in. He, dus van gemeentes en dat soort dingen. Heb ik al verteld dat Tilburg staat er net in? Nee, hierbij. Nee. Oh ja, Tilburg krijgt een nieuw gemeentehuis. Dus wij kregen de oproep binnen van Tilburg. Kunnen jullie dit publiceren? Dus bij ons op de website. Plus in de nieuwsbrief, de laatste nieuwsbrief, staat dan die oproep van Tilburg aan een aantal kunstenaars om met voorstellen te komen. En we plaatsen alleen wanneer alle kunstenaars die schetsontwerpen krijgen ook betaald worden. U bent trouwens wel echt een meester in het opbouwen van de spanning. Echt, we gaan zo heel mooi richting. Het is een soort cliffhanger bijna. Ik wil het getal horen. Nou, ik ga dat zo meteen. Ik moest met nieuw opschrijven en met oud. Ja. Daar moest ik dan die filtstift weer in doen. Ik moet het daar opschrijven, geloof ik. Maar we zeggen het eerst en dan gaan we het opschrijven. Nou, we zeggen het eerst. Nou, om hoeveel mensen gaat het? Als ik alles bij elkaar op heb, dus alle abonnees op die nieuwsbrief. Daar zitten onze leden, dat zijn ongeveer 2000, zitten er ook in. Exclusief mijn familie. Ja. Kom ik op 8773. 8000? 8773. 773! Dat is een mooi applaus. Dankjewel. Nou, zou u... En dankzij u zijn we over de 400.000. Zo. 404.365! Zo, ja? Aantekenen. Dank u wel, hè? Dank u wel. Ja.